Ik heb wat gekocht. Had ik het nodig? Voor beide gevallen zijn argumenten te zeggen. Waarom wel en waarom niet? Maar ik heb het toch besteld. En ik ben er heel... Nu al heel enthousiast over. Ik heb het niet eens geopend. Niet mee gewerkt. Wat een eerste keer. Een soort van lekker verhaal dit. Maar ik heb mezelf verwend. Met art supplies. Natuurlijk. Ja. Zal ik laten zien? Ja. Ik ga laten zien. Ik heb deze ProMarker brushpennen, alcohol, stiften. Ja. Gekocht. Van Winsor & Newton. De set met 48 kleuren. Zoals ik zei, had ik het nodig. Ja en nee. Nee, want, dat ga ik ook gewoon eerlijk toegeven. Het is niet dat ik nog geen alcoholstiften heb. Maar ook weer ja, want ik mis echt een aantal kleuren. En ik ben momenteel bezig, naast het feit dat ik de oude cursus even nieuw leven aan het geven ben. Ben ik ook aan het kijken om nieuwe cursussen en nieuwe workshops te maken. En dan vind ik het fijn dat ik gewoon iets kan doen met één vast merk, zeg maar. Dat ik niet allemaal verschillende kleuren en merken door elkaar gebruik. Ik heb dus al alcoholstiften. Ik heb een aantal Copic markers. Ik heb oude Pro markers. Echt nog van de oude verpakkingen. Van de tijd voordat het van Winsor & Newton was. Ik zelfs Letra set. Volgens mij is het hetzelfde, want het ziet er gewoon echt hetzelfde uit. Ik heb dus ook gewone Pro markers van Winsor & Newton. Ook een paar. Ik heb ook een aantal Tombow ABT Pro's. Dus het is niet dat ik niks heb, zeg maar. Dat geef ik ook heel eerlijk toe. Maar ja, dit zijn toch wel de markers die ik toch wel heel graag mee aan de slag mag gaan. Dus deze video gaan we daar ook lekker gewoon mee aan de slag. We gaan natuurlijk unboxen en swatchen. Natuurlijk. Wat anders. Altijd. Nieuw product moet je swatchen. Het is gewoon een regel, zeg maar. Als creativiteit een religie was, was dat regel nummer 1. Heb je een nieuw product, ga je die swatchen. Ja. Excited. Dit is dus de set met 48 kleuren. Ik had ook een set gevonden met 24 stuks. Maar die vond ik net niet fijn verdeeld, zeg maar, qua kleuren. En je hebt natuurlijk ook de complete set met 72 kleuren, als ik me niet vergis. Maar dat liet het budget dit keer niet helemaal toe. En het voordeel is dat deze stiften kun je namelijk ook loskopen. Dus mocht ik op een gegeven moment een keer een kleur missen. Of ik denk, oh, ik zou toch nog graag die kleur erbij willen hebben. Ik denk in het begin nog niet. Maar stel dat, kan ik ze altijd nog los aanschaffen om 10 uur aan te vullen. Nou, alle kleuren staan sowieso al hier op de achterkant. En ik denk dat je dan ook wel eigenlijk ziet waarom ik voor deze set ben gegaan. Want vooral met blenden van alcoholmarkers en mooie kleurovergangen maken, heb je toch eigenlijk altijd wel, vind ik, voor het mooiste resultaat, 3 tinten van dezelfde kleur nodig die een beetje bij elkaar in de buurt liggen. En voor mijn gevoel heb ik dat hier sowieso minstens per tint. Maar ik heb ook van een aantal kleuren die ik gewoon heel erg mooi vind, zoals groen en blauw tint, heb ik daar een grotere radius van. En ook verschillende grijs tinten en dergelijke. Dus ja, ik ben ook heel erg benieuwd trouwens, daar gaan we zo ook achter komen, in hoeverre de kleuren op de verpakking ook daadwerkelijk overeenkomen met de daadwerkelijke kleuren uit de stiften op het papier. We gaan hem openmaken. Het is ook echt wel een fancy doosje. Met de magneet. Oh, met de magneet. Kijk. Kijk, als ik hem dicht maak. Het zijn wel dat soort dingen die heel veel uitmaken natuurlijk. Deze liggen al goed op kleur. En kijk nou hoe mooi. Allemaal bij elkaar. Hallo mijn baby's. Jullie ruiken niet zo lekker. Nee, jullie moeten wel even luchten. Maar jullie zijn wel heel mooi. Nu ben ik even een beetje aan het bedenken hoe ik nou de kleurenkaart het beste kan gaan maken. Ik heb op internet of op Pinterest heb ik ook van die algemene kleurenkaart gezien. Dat je ze zeg maar alle 72 kunt inkleuren als je maar uiteindelijk compleet zou hebben. Dus dat zou uiteindelijk ook nog een optie kunnen zijn. Maar ik zit erover na te denken, want dat kan ik altijd nog wel een keertje doen. Dat ik eigenlijk iets wil maken wat ik hierin kan schuiven. Deze is net te groot, net te breed. Zodat ik hem zeg maar
ertussenin kan doen. En op die manier altijd bij het product erbij. Want volgens mij past het er wel tussen. Een stukje papier zou er wel gewoon tussen passen. Ik moet hem alleen dan ietsje smaller maken. Maar ik denk wel dat dat de beste optie is. Want je moet ze sowieso liggend bewaren. Dan zorg ik dat ik dus dat stukje papier hierin heb zitten. En dan kan ik die altijd eruit halen om de juiste kleuren te zien. De tweede optie zou kunnen zijn dat ik een stukje papier maak wat ik zeg maar hierin doe. Dat als ik hem zo openmaak dat ik hier ook alle kleuren in zie staan. Ik denk dat mijn eerste, dat ik toch gewoon ga met het eerste deel wat ik heb. Is dat ik een kaartje maak die ik hierin kan doen. Dat ik op die manier de kleuren erin kan gaan verwerken. Dit kaartje volgens mij is ongeveer even groot. Hij hoeft alleen maar ietsje smaller gemaakt te worden. Echt, ik denk een millimetertje of twee. En dan moet hij gewoon passen. Dus ik denk dat we daar eens mee gaan beginnen. Oh, en mocht je afvragen welk papier het is. Ik werk dus altijd op Bristol papier. En liefst met alcoholmarkers. Ik heb nu deze van Sakura. Dit manga papier. Je hebt daar ook de Tombow versie van. Die heb ik in een maatje groter. Maar ja, als dit formaat prima is, ga ik dit niet natuurlijk verspillen. Vind ik zonde. En waarom ik namelijk niet echt werk met het markerpapier. Want die heb je natuurlijk ook van Winsor & Newton. En deze van de Canson is eigenlijk hetzelfde papier. En dat is namelijk één heel groot verschil. En dat is de dikte van het papier. Dus dit is zo'n Canson markerpapierblaadje. Heel dun. Het nadeel daarvan is, tenminste bij mij, als ik ga gummen, als ik iets heb geschetst of getekend, dan, dan kreukt hij heel erg snel en dan krijg ik er een vouw in. En dan word ik boos en geïrriteerd en wil ik opnieuw beginnen en zo blijf ik bezig. En dat Bristol papier, dat is wat dikker en dat klinkt zo. Zie je? Je ziet het ook een beetje met het doorbuigen. Dus ja, dat vind ik prima voor als je gewoon lekker even snel iets wilt nakijken. Of even snel iets wilt testen of uitproberen. Dan is dit hartstikke top. Want het is ook mega betaalbaar volgens mij. Dit zijn 100 vellen. Dus voor dat soort dingen is dit gewoon ideaal. Maar wil je nou echt iets moois maken. Dan vind ik persoonlijk het iets dikkere Bristol papier echt veel relaxter om te gebruiken. Verder zit er weinig verschil tussen de Tombow en de Sakura. De Tombow is denk ik net wat gladder. Het is altijd moeilijk uitzoeken wat naar de boven- of onderkant is. Ja, de Tombow die is net wat gladder. Maar voor zo'n swatch kaartje maakt dat niet zo heel erg veel uit. Natuurlijk even mijn guillotine pakken. Want dan doe ik natuurlijk wel zo strak mogelijk de lijntjes van het papier. Ik denk ook dat het leuker is voor jullie als ik het op deze manier ga doen met dit kaartje. Want dan kunnen we gewoon precies gaan kijken met de achterkant op deze verpakking. In hoeverre de kleuren nou ook daadwerkelijk met elkaar overeenkomen. En super relaxed nu. Want ik hoef bijna niks nu uit te meten. Want ik kan gewoon deze afmeting van de vakjes zo goed als overnemen. Hoef ik niet te rekenen of moeilijk te doen. Kunnen we het gewoon lekker namaken. Ik haal er een klein stukje af. En dan gaan we kijken of het gaat passen. Nog ietsje smaller. Ik haal er ongeveer evenveel vanaf. Het past, maar met moeite en niet zo goed als ik zou willen, zeg maar. Ik haal er een iets groter stukje vanaf. Dit gaat niet werken op deze manier. Ik ondervond trouwens ook al met het zeg maar erin schuiven dat je heel snel oortjes kunt gaan krijgen eraan aan het papier. En dat is natuurlijk ook zonde. En ja, het gaat wel eigenlijk. Oh, dan ben ik een dubio. Het is niet het beste idee. Maar voor nu, ja, ik wil niet een aparte map hebben of zo met al die kleurenkaarten. Ik wil het gewoon bij het product hebben. Oké, weet je wat ik doe? Ik ben eruit. We gaan het allebei doen. Ik ga allebei de kaartjes maken. Zoveel extra tijd is dat toch niet. En dan komen we er vanzelf achter in hoeverre wat de beste oplossing is. Want dan kan ik een beetje spelen en kijken. En als ik iets alsnog wil aanpassen, dan kan dat ook. Ik denk dat we dat gaan doen. Ben jij wel even groot? Want ik wil hem dan wel gewoon heel mooi hierin hebben, zeg maar. Oh ja, zie je? Als ik er niks vanaf haal, dan is dat prima. En dan moet jij zo breed. Nu is de vraag, was het dit stukje of was het dit stukje? Daar komen we zelf achter. Oké, het was niet dit stukje. Het was dit stukje.
Oké, ik ga de papiertjes indelen in de vakjes voor alle kleurtjes. En dan gaan we kleurswatchen. Dat gevoel wanneer je aan het uitmeten bent voor al je vakjes en dergelijke. En gewoon exact op de centimeter je vakjes kunt verdelen. Zo lekker! Bijvoorbeeld, dit zijn eigenlijk 4 vakken en die 4 zijn weer in 3 verdeeld. Dus ik wil ze op die manier ook een beetje hetzelfde doen. En nu laat nou echt het geluk hebben, want ik heb het niet van tevoren uitgemeten. Dat ik heb de randjes van 0,5 centimeter overgelaten, want dat vind ik mooi. En dan deed ik hem zo in 4 vakken en dat was precies 20 centimeter. Dus precies 5 centimeter per vakje. Het is nou gewoon, daar kan ik nou echt van genieten. Denk niet te gek over mij alsjeblieft. Het is heel wat voor mij dat ik dit stukje met jullie deel. Ik denk dat het topje is van het nerdy-achtige aan dit creatieve stukje, denk ik. Ik weet niet of het erger kan. Maakt het niet uit. Ik ben aan het genieten. Op de centimeter! Het feit dat ik nu dus 5 centimeter moet delen door 3 en ik dus uitkom op 1,66 centimeter. Ja, daar baal ik wel een beetje van. Maar dat laat niet de lol weg dat ik net exact op de centimeter uitkwam. En dan vraag je je misschien af. Ja, maar Jasmin, het maakt dan toch niet uit als één stukje misschien wat groter is dan een ander vakje? Voor mij wel, oké? Ik wil gewoon dat het mooi is en zo perfect mogelijk. En als ik er dan 1 minuut of 10 of 100 langer mee bezig ben, ja, dan is dat maar zo. Heb ik vrede mee, vind ik geen enkel probleem. Ik wil zo meteen, ga ik de vakjes inkleuren, maar ik wil dan bij het randje een klein stukje overhouden. En uiteindelijk dan gum ik dit weg en heb je een mooi wit rooster. Dus zie je dan precies dat ik die lijntjes exact op de goede centimeter heb gedaan? Nee, helemaal niet. En nu ik dit zo hard opspreek, realiseer ik me ook hoe stom dit eigenlijk is. Ja, maar kan ik stoppen om dit op deze manier te doen? Nee. Nee. Ja. Welkom in een kijkje in mijn hoofd. Ik weet niet in hoeverre jullie het kunnen zien, maar ik heb mijn kaartjes helemaal ingedeeld en helemaal gemaakt, zie je, met perfecte vakjes, want daar houden we van. Dan gaan we nu beginnen met het kleuren. En ik dacht misschien wel handig als ik jullie nog eventjes iets vertel over deze stiften. Nou, zoals ik net dus ook al in het begin van de video zei, dit is niet gesponsord, dit is gewoon helemaal zelf gekocht. Ik ben voor deze gegaan vanwege een aantal redenen. Nou, sowieso, ik ken de Pro Markers, zeg maar de gewone Pro Markers, die ken ik al. Daar ben ik heel erg tevreden over. Maar wat ik daarmee mis, zijn de brushpennen, die brushnips. Want dat vind ik heel erg lekker om mee te werken en om mee te blenden. En vandaar dat ik nu de Pro Marker brush set heb gekocht. En ik zal ook van alle setjes die ik heb gevonden, zal ik ook allemaal in de omschrijving zetten. Dat mocht je ook eentje willen kopen, dat je ze daar kunt vinden. Het leuke dus van deze stift is dat ze net zoals heel veel alcoholmarkers dus 2 kanten hebben. Ze zien er dus ook iets anders uit dan de gewone Pro Markers. En ze hebben dus aan de kant van de gele kant hebben ze dus deze brushnip erop zitten. Super fijn, ook echt een lekker maatje. En aan de andere kant zit zo'n chiselnip. Dus deze maak ik gewoon na zoals die hier op de kaart staat. En het kleine kaartje maak ik zoals ze hier in de verpakking zitten.
Oké, de kleurenkaarten die zijn gemaakt. En ik heb ook alles genummerd. Dat ik op die manier alles gemakkelijk terug kan vinden. Mocht iets op een verkeerde plek terechtkomen. Bijvoorbeeld in de doos. Heel erg fijn dat dat goed is gegaan. Heeft trouwens wel gezorgd voor zo'n effectje. Dat als ik nu zo naar die vakjes kijk. Zie ik er tussenin in het wit allemaal die bolletjes. Dat optische bedrog. Vroeger op school hadden we daar ook een poster van. Maar daar ben ik nu wel erg blij mee. En deze zitten een paar kleine foutjes, volgens mij 2 of 3 bij de grijze ergens, ben ik de mist in gegaan. Maar ik zal het niet doorverklappen als jullie dat ook niet doen. En ik heb nu echt geen zin om deze helemaal opnieuw te maken. Dus we leven er maar gewoon mee en accepteren maar dat het zo is. Het vastplakken van deze kaart, dat kun je natuurlijk ook gewoon lijmen als je wil. Maar omdat ik er niet helemaal over uit ben hoe ik het wil gaan doen, heb ik nieuwe kauwgom, oftewel poster buddies. En die ga ik gewoon op een paar plekjes op de achterkant ga ik dat gewoon aanbrengen. Het maken van zo'n kleurenkaart is niet alleen altijd heel erg rustgevend om te doen. Maar ik vind het ook altijd een hele fijne kennismaking met een product. En op die manier leer ik het product best wel snel al een beetje kennen. Nou, nu heb ik een paar kleine dingen ondervonden. Nou, pluspunten. De brushes zelf zijn super stevig en dik en voelen ook een beetje als die van de Copic. Dus het is een iets ander gevoel wat bijvoorbeeld de Tombow's hebben of de Ohu markers bijvoorbeeld. Dus dat vond ik wel heel fijn. Je voelt echt de kwaliteit. Nou, daarnaast is het ook gewoon fijn, maar het is al gewend met die Pro markers, dat hij niet dezelfde kanten heeft, zeg maar. Dus je kan niet echt heel gauw de verkeerde dop eraf halen. Want je weet gewoon, oké, dit is de brushkant en dit is de chisel nip kant. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Er is alleen een kleur die naar mijn idee niet kan kloppen. Dat moet een foutje zijn. Oh, en ik zie nu, zo slim als ik ben, ik heb hem verkeerd erin geplakt. Want de gele is hier en niet daarboven. Dus intussen haal ik die even weg. Zo is er een paarse kleur. Tenminste, op de doos hoort die paars te zijn. Als ik naar de stift kijk, hoort die paars te zijn. En als ik kijk naar mijn kleurenkaarten, allebei de punten ook van de stift, is dat echt een hele, hele andere kleur wat erin zit. Ik heb het over de V746. Dus als je kijkt, is dat deze kleur. Ja? De inkt die eruit komt, is deze kleur. Dat is echt, dit is een beetje in de buurt. Maar ook als ik kijk op de doos, zie je hem hier. En dan liggen ze wel een beetje bij elkaar in de buurt qua tint. Maar pak ik deze erbij. Eens even kijken. Dan moet je deze twee met elkaar vergelijken. Dat is niet dezelfde kleur. Dat is niet eens in de buurt van dezelfde kleur. Dus ik denk dat deze fout gemaakt is. Of een fabrieksfout. Want als alle inkt aan één kant zou zitten, zou de chisel nip wel de goede kleur moeten zijn. En dat is het ook niet. In de tussentijd plak ik deze eventjes terug erin. Dit keer wel op de goede manier. Heel verwarrend dit. Want nu eigenlijk als ik kijk zijn de namen verkeerd om. Maar dat heb ik expres gedaan. Dus als je hem zo opent, dan zijn de nummers verkeerd op de kop op te lezen. Maar uiteindelijk ga je hem zo bewaren. En als je dan kijkt, dan klopt het wel. Dus op die manier heb ik dit zo gedaan. En het ziet er wel heel satisfying uit, zo'n kleurenkaartje van binnen. Winsor & Newton, waarom lever ik niet gewoon zoiets mee? Het zou gewoon fantastisch zijn als je het zou meeleveren. Oké, we gaan nog eventjes de kleuren van deze naast elkaar leggen. Ook wanneer ik ze zo naast elkaar zet, zie je ook dat hoewel sommige kleuren best wel dicht bij elkaar in de buurt liggen. Kijk bijvoorbeeld naar die gele kleuren, die oranje kleuren, die liggen best wel bij elkaar in de buurt. Zijn er ook best wel een aantal verschillen tussen. Natuurlijk ook die gekke paarskleur. Maar bijvoorbeeld ook een tint die heel erg gek is, is bijvoorbeeld deze kleur. Dus een beetje een paarsblauwige kleur hier op dit papier. En in werkelijkheid is het meer zo'n kleur. Dus dat is ook een beetje gek. We hebben in ieder geval de kleurenkaart hier in de deksel zitten. Het heeft wel wat, hè? Vooral op beeld ook. Het is best wel van, hey, kleurtjes. Kiekeboe, kleurtjes. Ja, vind ik wel echt heel erg tof. En we hebben de kaart die we hierin stoppen. En weet je, ik denk dat het eigenlijk ook best wel een fijne aanvulling is op elkaar.
Want op die manier kun je altijd nog de grote kaart erbij pakken. Voor de vluggigheid, als je gewoon even iets snel moet zoeken, dan kun je deze gewoon gebruiken. Dus ik denk dat ik ze de komende tijd gewoon allebei erin laat zetten. Maar ik vind deze gewoon qua look wel heel erg tof uitzien. Kiekeboe. Die magneet is ook echt best stevig. Maar ondanks mijn paar kleine kritiekpuntjes over deze stiften, ben ik over het algemeen mega positief erover. Het voelt gewoon heel erg kwalitatief. Ook de brush zelf voelt gewoon heel prettig om mee te werken. Hij ligt lekker in de hand. Hij is niet zo mega groot. Ook dat vind ik heel erg fijn. En de kleuren zijn prachtig. En een hele fijne set om mee te starten. Ik denk wel dat een van de eerste uitbreidingen die je zou kunnen doen voor deze set is met een aantal hele lichte kleuren erbij te pakken. Dus bijvoorbeeld een hele licht geel, heel erg licht groen. Misschien een iets grotere uitbreiding op meer de turquoise tinten bijvoorbeeld. Maar ik denk alsnog dat je hier echt een heel eind gaat komen voordat je überhaupt op dat punt komt. En dus worst case scenario kun je ze gewoon los aanschaffen om op die manier te gaan aanvullen. Zelf heb ik die hele lichte tinten al van andere merken. Dus daar hoef ik me gelukkig nu niet zo druk over te maken. En ik kan hier gewoon lekker van genieten en lekker mee aan de slag gaan. Verder ben ik heel erg benieuwd naar jullie ervaring met dit product. Zowel met de brush versie als met de gewone versie, om het eventjes zo te zeggen. Laat ook dat gerust even weten in de comments beneden. En ja, ik ga hier lekker mee spelen. En dan zie ik jullie volgende week terug voor een nieuwe video. Heel erg bedankt voor het kijken en tot ziens!